Ik ben gewoon gaan kijken uit nieuwsgierigheid. Ik had toen nog helemaal niet het idee om er een serie van te maken. Ik wist überhaupt niet wat ik daar kon verwachten. Maar ja, gewoon uit nieuwsgierigheid wel met fotospullen er naartoe gegaan. En fietsje gepakt en naartoe gefietst. En ja, toen werd ik wel gelijk gegrepen door wat ik daar zag. En was ik ook als fotograaf wel direct gefascineerd. En wat trekt is, ja, dat het toch wel een unieke gebeurtenis is die je normaal gesproken niet zo snel fotografeert. Ik had het ook nog nooit gezien. Een brand komt natuurlijk met enige regelmaat voor, ook in de natuur. Maar ja, ik had eigenlijk nog nooit gezien met de eigen ogen, kort na zo'n brand, wat het met een landschap doet. En ook met alles wat er leeft. Zoals kikkers, padden, slangen. Daarvan hebben er toch veel de brand niet overleefd. Maar aan de andere kant, ja, op een bepaalde manier had het ook een zekere schoonheid die me wel aantrok, ook als fotograaf. En ja, ik ben maar heel snel met fotograferen begonnen en eigenlijk pas een paar uur later weer gestopt. Vandaag gaan we niet op de fiets, maar in de jeep van boswachter Henk Rüssler. Terug naar de plekken die Bosboom vorig jaar na de brand vastlegde. Ik bloei altijd op als de eerste sneeuw gaat vallen en als het kwik gaat dalen. Ik vind het zelf lekker als het gewoon koud is. En voor de fotografie is een mooi winterlandschap ook geweldig. Worden de landschappen lekker grafisch? Kun je als fotograaf wat meer? Dingen die storen, die vallen weg onder de sneeuw. Dus ik hou erg van de winter. Bosboom is pas 2 jaar professioneel fotograaf. Hij gaf zijn goed betaalde baan als ICT-advocaat op om van zijn passie zijn werk te maken. En met succes, want hij sleept de ene prijs na de andere binnen. Nu nog brood op de plank, want leven van foto's is niet echt gemakkelijk. Dat is een proces geweest. Ik vond het vak van advocaat ook altijd heel erg mooi. Ik heb het van de eerste tot de laatste dag met heel veel plezier gedaan. Dus het was geen keuze van ik moet echt nu wat anders. Integendeel. Maar de fotografie heeft me ongeveer 10 jaar geleden gegrepen op een lange vakantie in Afrika. En ja, dat is, zou je kunnen zeggen, een beetje uit de hand gelopen. Ik begon steeds fanatieker te worden. Nou ja, begon ook wat publicaties te krijgen en prijzen te winnen. Dus toen was de keuze of er weer een kleine, gewone hobby van maken of in het diepe springen. En nou ja, dat heeft wat slapeloze nachten gekost, maar uiteindelijk gekozen voor in het diepe springen. En toen ik die beslissing had genomen, toen heb ik ook weer rustig geslapen. Ja, het ironische is dat deze door de brand mooier is geworden, denk ik. In ieder geval zie je nu veel beter de kronkelige takken en structuren. En ja, misschien daardoor ook meer de ziel of het karakter van de boom. Dus hier krijg ik niet snel genoeg van, inderdaad. De markt voor fotografie is wel een beetje ingestort. Als professional moet je zorgen dat je andere dingen doet. Of dat je ze toch nog beter doet. Of dat je op een andere manier opvalt. En daar zit de uitdaging. Maar het is nog steeds mogelijk. Er is een handjevol natuurfotografen, denk ik, in Nederland dat er goed van kan leven. En nou ja, mijn missie is om er daar één van te worden. In september verschijnt er een nieuw fotoboek van Bosboom. Dit keer over de natuur van de Lage Landen.